Wanneer heb ik het door jou aan een keer moeten nog schieten? Hey, welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Doom the game. Tot zo dadelijk na het laden. Aan deze laatste aflevering van Wolfenstein. We waren vorige keer heb ik die vijanden van mij opgefrit. Hopelijk gaan we die eraan krijgen. Maar nu is het blijkbaar heel moeilijk. Schiet ik erin en ik heb hem. Nee, die mannetjes zijn nog, hè? Die zijn een cool play, hè? Oeh. Ook. Pot jongen. Kom maar. Moet zo ver aan doen. Nee, niet meer. Grap die op de schild pakken hier. Die verzorgingstas. Hey. Dan heb ik het vast weer terug. Die bommen. En wij proberen dan een bom in te smijten. Als het niet lukt dan man. Die zijn ook van die vijanden die ze met niet moeten hebben. Oh, nou wordt het terug. Moeilijk. Nee, die niet te pakken, hè. Boom! Magnus heeft nu. Man. Shit, man. Oké, poging 2. Poging 1 was meer benadrukt. We proberen een paar dingen te smijten. Een granaat is er een pek. Maar die een pek is zo moeilijk om in te richten. Ons wel. Een bommetje gaat precies wat er beter. Ja, maar dat lag er wel na te wachten. Die zijn ik vergeten op te pakken hier.
met Sjaanak nog aan dacht. Voilà, je. Ik heb ze vast. Ik ga hier even bekijken. Juist op tijd gezien, van zelfs met tussen de patatten liggen. Ja, dat is even verzorging. Wanneer heb ik het er nu aan? Hoeveel keer moeten we nog schieten? Ik denk dat ik hem bijna aan heb. Yes! Ik heb hem! Eindelijk! Oh, fiu. Oh, dat werd tijd. Nee, ga ik hier. Hier pakken ze. Oeh. Oh. En dan waar moeten we nu? Kijk naar boven, want ik hoor dat boven niet. Toch niet. Oké, ik moet vooral niet naar beneden gaan. Eens even op de map zien. Ik heb het gevonden, hoe moet ik hier door de door deze dood hier? Ik had het niet zien staan. Ja, die is hier doorgegaan, dat is juist. Hoe pak ik ze niet? Ik kan eerst ook eens... Die 64 gulden pakken, nu pak ik het boekje. Dankjewel voor het boekje. You don't understand. You never were in control. Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere.
Fergus. Fergus. Come on. Give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazko. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazko? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. Frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing.
Van de video genoten hebben. Nou, dat was het afgelopen duimpje achter als je het leuk vond. En dat zegt tot in de volgende sheet of horror game. Dag!